zigzag in Dwingelo, in Drenthe. En zo met al die oude boerderijtjes en zo'n oud kerkje lijkt het wel alsof je een stap terug doet in de tijd. We gaan vandaag nog veel verder terug in de tijd. We gaan hunnebedden bouwen. Dat deden ze hier 5000 jaar geleden ook al. En we gaan kijken naar miljoenen jaren oude sterren. Maar eerst gaan we kijken naar de sterren van vandaag. Dit zijn onze kandidaten. Het rode team komt uit Assen, uit de heksenketel. Hallo! Hallo! Jullie gaan meedoen aan zigzag! Ja! Waar is het Wouter? Daar. Jij bent José, hè? Ja. Proficiat! Ja! José, die is 12 jaar. Wouter, die is een hele grappige jongen wel. José is eigenlijk een soort van kwartbloedje. Het is wel een beetje een sukkeltje eigenlijk. Wat zei jij? Hij heeft een grote mond. Ja. En hoezo is hij een sukkeltje? Nou, hij kan zich heel doorgedragen. En wat wou je nog meer zeggen? José heeft volleyswedstrijd gewonnen. Of ja, hier in Assen en in Drenthe heeft zij gewonnen. Soms wil ze heel graag dingen samen doen. Maar soms dan wil ze juist iets heel graag zelf doen. Het zwak punt van mij is, ik ben niet zo heel snel hier rennen. Ze is heel sportief, ze is lekker snel. Jij bent snel, jij bent slim. Ja. Krijg je zo goed? Ja. Kan je mee? In rode halen we niet het rode, maar het blauwe team. Van het Valkhof. Groep 8. Gefeliciteerd, jullie gaan meedoen aan zigzag. Hey! Waar zit Kevin? Hey! En dan heb ik nog een dame nodig. Joke. Hey! Alsjeblieft. Mijn hobby's zijn computeren en voetbal. Dat is mijn enige hobby. Tennissen. Dus ik kan ze wel kattig doen. Maar... Ik ben wel eens bevriend geweest met Joke, inderdaad. En ik vind haar ook wel best aardig, ja. Ik ben zijn vriend. Jij bent zijn vriend? Ja. Hij is heel dun. Hij heeft bijna alleen maar botten, geen vlees. Gaan jullie eens heel even staan, want dan kunnen ze misschien thuis zien dat er nogal... Wat Kevin dus wel klein is. Oké, maar goed. Misschien wordt hij wel een ontzettend goede kandidaat. Waarom zijn jullie goed? Want het rode team is ook heel goed. Wij komen van het Valkhof, hè? En hier zijn ze dan, onze helden van vandaag. Het rode team, José en Wouter. En het blauwe team, Kevin en Joke. Stel je maar even aan je ploeg voor. Hey, hallo, Wouter. En dan heb ik natuurlijk ook nog mijn eigen gele jongens. En die staan daar. Hallo. En de scheidsen zijn paardje aan het spelen. Hallo. De eerste munt hangt aan het beeld van het juffertje voor de grote kerk. En dat is die kant op. Zigzag! Het juffertje verleidde ooit de architect van de kerk. Daardoor lag de bouw lange tijd stil. Maar dat geloven onze teams wel. Zij gaan voor de munt. José is er het eerst. Maar Joke pakt hem. Ja, Joke. De eerste munt. Ga naar het weiland achter. Ga naar de... Lee 91. Radiotelescoop. Ja, Lee 91. Oké, hoe heet het? Kijk, misschien is dat wel straat of zo. Had jij de eerste munt? Nee. Maar jij hebt zwart gewend. Ja. Ze was wel sneller, ja. Ja, nu is het de zaak om gewoon die eerste opdracht cool, maar heel erg goed te doen. Misschien kan je de fiets pakken, gaat het een stuk sneller. Ja. Ik hoop dat hier alvast. Weet je waar je naartoe moet? Nee, ik mag eens kijken. Mag ik met jullie meerijden? Nee, ik weet de weg hier niet. Wat zegt je gevoel, Joke? Ik weet het zo. Die kant op. Moeten we maar even vragen. Ja, zouden jullie ons vertellen waar de oude Hoogeveense dijk is? Nee, dat zou ik niet weten. Ik zou het niet kunnen zeggen. De radiotelescoop, zeg dat dan maar daar. Radio... Ik weet hier helemaal niks, nergens niks van, jongens. Oké. Okay. Ja. En dan kun je het beste schuin links aanhouden bij de vijfsprong. Planetron, daar kan je sterren kijken en zo. Volgens mij is dat die kant uit. Nou, we hoeven nu overdag vast de sterren te kijken. Oh, dat ik dat niet meteen zag. Jullie gaan een hunnebed bouwen. Dit is een van de grootste hunnebedden die er in Nederland zijn. En samen met de 50 anderen zijn die zo'n 5000 jaar geleden gebouwd als grafkelder. En je vraagt je misschien af, waar halen ze die grote stenen nou vandaan? Nou, in de ijstijd werden dit soort keien
vanuit Scandinavië, vanuit de gletsjers, eigenlijk naar deze plaats geduwd. Hier werden ze dan op boomstammen neergelegd en die rolden ze dan naar deze bouwplaats toe. Dan zetten ze eerst de draagkeien aan de zijkant rechtop. Daar gooiden ze dan zand overheen. En vervolgens het dak, deze dekkeien eroverheen. En zo ontstond er dus een supersterke grafkelder. En deze hunebed is heel oud, hè? 5000 jaar. Ideetje, de Egyptische piramides die zijn nog maar 4000 jaar oud. 6 minuten de tijd en de tijd gaat nu in. Kijk eens, kijk hoe zwaar dat ding is. Oh. Ja, doe maar even rollen, ja. Dit lijkt mij eentje die onder moet. 6 minuten de tijd om een hunnebed te bouwen. Dat is niet veel. Oh, help. Daar deden onze hunnebed over grootouders wel weken over. Kom in de driehoek, hè. Ja, als jij maar daar is, hè. Zo. Je moet daar, hè. Dit ziet eruit als een deksteen. Ja, die is groter dan de draagstenen en zwaarder ook. Ja! 4 minuten! 4 minuten nog? Dat is te weinig om de draagstenen in te graven zoals ze vroeger deden. Er moet dus geteeld worden. Zet je mij even lekker dicht op elkaar. Kijk of die lichter is. Slim, Wouter! Hé, nu erop. Oké. Dit ziet er goed uit. 1 munt is binnen. Maar ik ben bang dat 20 seconden te weinig is om de andere helft overeind te zetten. Maar ze laten zich niet kennen. Ja. Nou jongens, hartstikke goed gedaan. Jullie hebben de helft van het hunebed goed. Dus 1 munt. En de volgende opdracht. Onze eerste munt. Ga naar schaapskooi achter het zand. Hier zijn we. En daar moeten we heen. Want daar is het radiotelescoop. Ja, het heet de Astro. Dan moesten we rechtdoor. Oké, de Astro. Ja. Hé, wat is dat? Oh, dit is een bom. Ja, daar is hij. Ja. Hebben hem. Jullie moeten zoveel mogelijk sterren vangen. Sterrenvanger. Joke staat boven op een van de grootste radiotelescopen Kevin! Van ons land. Kevin vangt ze beneden met een klein telescoopje. Rustig! Dat is een flinke sterrenregen die Joke afvoert. Niet goed. Goed genoeg voor Kevin. Hij heeft al een flink deel van de melkweg opgevangen. Stoppen! Shit! Wow. Klaar! Nu het sterrenstelsel invullen. Grote beer, kleine beer, tellen maar. 10 sterren is 1 munt, 20 sterren is 2 munten, 30 is 3 en 40 of meer levert 4 munten op. Ja, 36. Ja. We hebben 3 munten! En het vervolg gebracht. Ga naar het weiland achter leen 91. Meneer, weet u misschien ook waar het schaapskooi achter het zaad is? Jawel hoor. Ga maar met mij. Oké. Ging we dus wel goed. Ja. Maar ook wat logischer als je een beetje uit dorp, bij het dorp uit de buurt gaat, hè? Ja. De schaapskooi is niet midden in het dorp. De meneer had de verkeerde kant op gepiet. Oh, ik heb de verkeerde kant op gestuurd. Oh jee. Heeft u dat expres gedaan? Fiets weer weg? Daar komen we wel achter. Ja, ik zie daar iemand in een groen t-shirtje. Oh meneer, dank u wel. Via een omweg, maar we zijn er. En daar hangen de opdrachten.
Jullie gaan een, oh god, een schaap scheren. Een schaap knip je niet in december. Dat is veel te koud. Ja. En een schaap die kun je ook niet knippen in december. Of in november, of noem maar wat. En dan is hier gewoon die vacht nodig. En er zit wolvet in die vacht. En dat vet, dat zit tijdens de koude periode van het jaar, zit dat vet helemaal op de schaap. Ja. En dat betekent wanneer die vacht helemaal nat regent, tijdens een dikke plensbui, dan wordt de schaap niet nat, want al dat vet houdt het tegen. Ja. Wanneer het warmer wordt, dan wordt vet vloeibaar. En dat trekt verder die vacht in, dat trekt naar buiten toe. En dan komt er ruimte tussen dat schaap. Hey, en hoeveel van die schapen moet je nou scheren voor één lekker warme wollen trui? Dan ben je toch wel twee vachten nodig, hoor. Echt waar? Ja, twee schapen, één trui. Ja, maar dat betekent niet dat je dan een trui hebt van 3 kilo, want die vachten worden gewassen natuurlijk. Dus ja, want die stront moet er natuurlijk allemaal nog af, want die wil ik natuurlijk niet in mijn trui hebben. Nou, hup, mee komen hier. Oké, Wouter. Pak het rode schaap en bind hem vast. Goed vast. Want echt prettig vinden schapen het niet om geschoren te worden. Jij komt niet meer los. Ik had wel even omhoog. Jezus, zie je dat? Gewoon lekker dik op zijn haar, lekker ver op zijn huid. Ja, dat is de truc. Vlak op de huid knipt het makkelijkst. Als je dit wat verder zo doet, verder door hem heen. Ja, maar het laatste dat wil steeds niet. Zie ze eens jaloers kijken. Zo'n kapsel willen zij ook. Jezus, gek. Dom beest. Oh, en dan moet ik zo meteen... Hij is filmen. Kom maar. Zal ik het laatste stukje even? Ja. Moet ik dat vasthouden? Ja, gewoon met je been heen. Ja, dat lukt mij nooit, man. Hop, denkt Wouter. Niet moeilijk doen. Klemmen tussen die knieën. Zo. Ja, snij mij maar de... Wacht even, hier nog even verder, hier nog even verder. Hier. Auw. Je vinger stond daar aan toe, maar knip niet in het schaapje. Rustig, rustig. Goed vasthouden, José. Straks huppelt Wouter achterstevoren over de hei. God, ik weet het niet, hoor. Hier, dit nog even dat ziet er mooi uit. Koep, schapenrug, voorst. Laatste mode. Jammer. Oké, twee bitten erbij. En de volgende opdracht. Alsjeblieft, dank je. Oké, Jochie, bedankt voor het scheren. Doei. Kijk, waar moeten we heen? Ga naar de radiotelescoop aan de auto. We zijn bij 91 wezen. Oké. Hier de bocht om, denk ik. Ja, denk ik ook. Nee, dit is 94. Ja, dan moeten ze... Ja, we moeten... Gaan we even kijken. Jullie gaan een hunebed bouwen. Oh, gezellig. Oh. Oh, wat licht. Lekker piepschuim. Ja, lekker. Alles verraaien. Hier neerzetten. Wacht even, zelf je wil. Ja, nu wordt het echt gezellig. Kom dan hier. Perfect teamwork. Zit jij neer? Doe maar. Oh, of zal dit een deksteen zijn? Dat kan ook. Dit is zeker een deksteen. Hij is platter, maar ook groter en zeker zwaarder. Kijk uit. Kijk. Gaat-ie? Ja, bij mij gaat-ie wel. Op naar blauw, want die zijn een hunnebed aan het bouwen. Dat is het. Ja, staat. Oké, kom op, hè. Wat een oerkracht, die joker. Wie kan hem omhoog? Wie kan hem draaien? Als jij het achter die paal kan, dan ga je hard omrollen. Kijk uit. Ja, drop, kom op, drop. Ja, kom op. Ga daar. Staat hij stil? Ja. Ik keur het goed, want yes! Hij staat. Yes. Twee munten. Twee munten. Ga naar schaafscore, achter de zand. Ik heb niet hard genoeg gefietst. Was dit zwaar? Ja. Ja? Ja. Ja. Maar hij is helemaal gelukt. Hoeveel munten? Twee. Maar ik mag er niet aankomen. Want hij staat op de punt.
Dus als hij ietsjes naar voren was, dan had je gewoon dan helemaal niks verdiend. Dan hadden we 1 minuut gehad. Ja, daar zijn ze stil van. Wat een schitterende telescoop. Oh, lekker handig. Cool. Zie jij al iets roods daarboven? Hier in Dwingelo is ook Astron gevestigd. Stichting Astronomisch Onderzoek Nederland. En die doen onderzoek naar de sterrenhemel met behulp van radiotelescopen. En niet alleen staat er in Dwingelo eentje, maar op al die puntjes daar op die kaart over de hele wereld verspreid staan radiotelescopen. En al die telescopen, al de gegevens van die telescopen komen hier samen in Dwingelo en hier wordt verder onderzoek gedaan. Het resultaat is dus eigenlijk een radiotelescoop zo groot als de hele aarde. Dat onderzoek hier bij Astron, dat wordt niet gedaan door heel goed naar de sterren te kijken, maar door heel goed te luisteren. Ze vangen de radiogolven, de geluiden zeg maar, op. En zo'n hele grote telescoop, die kan bijvoorbeeld op Mars een fietsbel horen rinkelen. Yo, lachen. Waarom moet je niet lachen? 1 teamlid gaat beneden staan om de sterren op te vangen. De ander gaat de sterren vanaf het bord des naar beneden gooien. Kom maar! José kiest voor het gooien, Wouter vangt. Ah, shit. Oké, stop maar even. Oké, doe maar. Regent hier sterren. En je mag bij iedere vallende ster een wens doen. Goed, man. Wow. Maar voor wensen is nu geen tijd. Nog 1 minuut. Nee! Eén. Twee. Drie. Precies binnen de tijd. Dus even kijken. Twee. Dat tikt aan. 3, 4. Oh, ik hoef je helemaal niet te tellen. Hercules is al bijna vol. Wow. Dat is 14 sterren. De weegschaal is ook bijna vol. De maag en de kleine beer. 19 plus 8 wordt 27. Plus 4, 31. 31. 31. Cool. 1, 2. En jij ook een? 3. Oké dan. Hey. 3 munten erbij. Felicitaties van het camerateam. Oké dan. Ja, we hebben de tas eigenlijk. Ga naar de Brink. De sterren die hier bekeken worden, die staan echt heel ver weg. Eigenlijk is dat in kilometers niet meer te zeggen. En daarom doen ze dat in lichtjaren. Een lichtjaar is de afstand van een lichtstraal binnen een jaar. Nou, dat is ongeveer 9,5 biljoen kilometer. Een biljoen is zoiets als 1 miljoen keer 1 miljoen. Kan je me nog volgen? En dan moet je je voorstellen dat zo'n ster die ze hier bekijken misschien wel 1 miljoen lichtjaren ver weg staat. Dat is echt zo ongelooflijk veel. Man, misschien is dat zo groot. Wij zijn echt zo klein als een tiende van een zandkorrel op de hele aarde. Die hele sterrenhemel is echt zo ongelooflijk groot. Je kan het je gewoon niet voorstellen. Wow. Wat lekker. We mogen vast de schapen gaan voeren of zoiets. Was dat maar waar? Jullie gaan een schaap scheren. Ja, en voordat je hem kunt scheren, hello, moet hij eerst gevangen worden. Hier met die lasso. Hi-ha! Cowboy Kevin klaar ter klus. Oké, bind jij hem vast? Nou, Joke doet het wel heel voorzichtig. Misschien moet je een nagelschaartje nemen. Oh, ik het gehad had willen hebben. Nou wel, gewoon. Zoals elk jaar. Nee. Ja, dan hier. Hou je vast. Op schaap blijft staan. Oh, wat een tijd. Niet zo erg. Het tempo moet nu toch echt omhoog. Dat schaap is nooit binnen de 6 minuten kaal. En je kunt er toch ook niet zo met die rare pluk wolde hei in sturen. Dan wordt ze door de hele kudde uitgelachen. Nee, blijf beest. Ja, ik heb het. 30 seconden.
Net niet. Hier was ik dus bang voor. Net niet alles, hè? Nee. Dus jullie krijgen 1 munt van mij en de volgende opdracht. De 7e munt. Ga naar de brink. Ja, want daar is de grote finale. Maar wat ruik ik? Brand? Zo, hier zijn ze dan. De schaapscherers, de hunnenbedbouwers. En wat heb je nog meer gedaan? Sterrengooiers. De sterrengooiers. We gaan de munten tellen. En we beginnen bij rood. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah! Daar mag je heel trots op zijn. Hartstikke goed. Dan gaan wij nu kijken naar blauw. Hoeveel munten heeft blauw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! Wat gaan we doen? Dat is geen vijver. Dat is een brandkoele. Alle boerderijen die hier omheen stonden met die rieten daken, als die vroeger in de fik vlogen, dan werden die geblust met dat water. En dat gaan wij nu ook doen. Deze strobergen staan in de fik, zoals je ziet. En heel toevallig met een rood dakje en met een blauw dakje. Kijk, allemaal rook en stoom. En jullie gaan die blussen. We gaan ons op onze plaatsen zetten. En omdat blauw natuurlijk een kleine voorsprong heeft, ga ik alvast 1 vlammetje eraf halen. Zo. Yes. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ja. Waar zijn die klassen nou? Ik hoor ze niet. Ja, dat is beter. Moedig ze aan, want die branden moeten uit. Ja! Dit is spannend. Ook het publiek raakt verhit. Dank je, Joke. Dat geeft verkoeling. José en Wouter hebben een systeem. José haalt water en Wouter blust. Maar Joke en Kevin geven zich niet gewonnen. Maar Joke en Kevin geven zich niet gewonnen. Hopsakee. 3 vlammen. En 4 voor blauw. 1. Ik zie het niet meer. Door het snelle blussen rook het wel meer bij rood. Ziet Wouter nog wel waar hij moet gooien? Ja, daar. Wat een spuitgas. Brandmeester. Hier staan ze dan, helemaal nat van het zweet en nat van het water. Ik heb zelden zo'n sportieve verliezers gezien als zij. Zij verdienen echt een heel hard applaus. Alsjeblieft. Proficiat. Je bent een hele goede tweede geworden, hoor. Alsjeblieft. Hier staan de winnaars. Zigzag is nu ook op internet. www.zigzagonline.nl. Surf even langs.